Zo, weer eventjes een update. We zeggen de nieuwe vloer ligt erin, maar er zit er weer een vloerbeschermer op. Als we straks weer bezig gaan in het museum, gaan we eventjes naar beneden. Hier naast de trap is bezig om een soort klompenkot te bouwen. Het wordt dan een huiskamer. Kijk, de vrijwilligers hebben het blauw overschilderd met een soort pistachegroen. Oorlogsaquarium. Kast erbij gebouwd. Ja, alles staat nog in de steiger zoals je ziet. We zijn druk bezig. Mannen ben net om de koffie. Hier is de halve ronde. Het wordt een hele bijzondere plek. Hier zien we ook al wat. Ja, dus we zitten niet stil. De oorlogsvitrine. Hier komt er ook een. Hier was Willem de vorige keer aan bezig. Ja, het dekje zit erop. Hier hebben we de kano, de originele kano. Die of gebruikt is tijdens de inundatie. Kesterlo Koukerk hoort in. Die komt dan de muurtangen. We hebben nieuwe foto's op de ramen. Dus ja, je ziet het. We gaan gestaag verder. Nu maar hopen dat het op tijd klaar is.